Het seizoen gaat echt beginnen nu. Ja, de voorbereiding zit erop. Hoe kijk je terug op de afgelopen weken? Ja, met een goed gevoel. Ik denk, als ik zie waar we zijn begonnen en waar we nu zijn, dan denk ik dat we goede stappen hebben gemaakt. En wat ik al zeg, we zijn klaar voor de competitie. Fijn dat het ook weer om het echt gaat, dus ja, kijken we naar uit. Ja, waar ben je het meest tevreden over? Nou, wat ik al zeg, de ontwikkeling. Ik denk als we heel veel over balbezit hebben gesproken. Dus, en als je dat terugziet op het veld, dan zie je gewoon dingen, afspraken die we gemaakt hebben. En dat is leuk om te zien. Ik denk dat we een goede voorbereiding hebben gehad. We zijn gelijk begonnen met heel duidelijke speelwijze, wat de trainers willen. Dat hebben we goed kunnen betrainen, veel getraind. In de wedstrijden hebben we dat goed kunnen trainen en ja, ik denk dat we er klaar voor zijn. Ja, waar lag de focus op de afgelopen weken? Ik denk dat de focus voornamelijk ligt op het spel aan de bal. Buiten dat verdediging natuurlijk ook heel erg belangrijk is, maar daar is veel focus op. We zullen wat meer de bal in deze competitie waarschijnlijk hebben. En daarin ja, denk ik ook dat we veel konden verbeteren. Ik denk dat we in de voorbereiding daar al goede dingen in hebben kunnen zien. En ja, dat zullen we nog beter moeten doen om tot succes te komen. Je wil op een bepaalde manier wil je spelen, je wil dominant zijn. Maar dan moet je wel aangeven wie moet doen en op welk moment en waar. En daar moet je hele duidelijke afspraken over maken. Dan moet je met videobeelden gaan kijken, dan moet je met een team gaan kijken, dan moet je individueel gaan kijken. Dus dat vergt gewoon heel veel. En wat ik al zeg, vorige week is een voorbeeldje dat Nicolai bijvoorbeeld de kans mist. Maar voor mij is het belangrijk, hij komt er. Hè? En die voorzet is er en hij staat er. Nou ja, we willen liever dat hij gaat scoren. En daar kun je dan weer aan gaan werken. Maar in eerste instantie moet hij er komen. En dat is met alle afspraken die we maken. Het doelpunt dat we maakten ook. De restverdediging stond goed. Als je hoog speelt en je wil dominant zijn. En je restverdediging is niet goed. Dan krijg je counters om je oren. Dus we hebben heel veel goede dingen gezien en die spreken we elke keer naar. En dat is gewoon belangrijk dat je blijft ontwikkelen in je systeem. Nou, ik denk sowieso natuurlijk hebben we een andere rol in deze competitie dan in de Eredivisie, wat gewoon normaal is. Dus we zullen meer de bal hebben en ik denk dat daar ten opzichte van vorig seizoen veel verbeteringen in te halen was. Nou, ik denk in de voorbereiding heb je al kunnen zien naarmate de oefenwedstrijden vorderden dat we daar al in verbeterd waren. Maar goed, daar zullen we nog steeds in moeten ontwikkelen. En ik denk dat dat het grote verschil gaat zijn. Is voor jullie als trainers ook een voordeel dat jullie eigenlijk de eerste week begonnen met de selectie die eigenlijk nu nog steeds op het veld staat? Dat je daar echt wekenlang mee hebt samen kunnen werken nu? Ja, dat is een voordeel. Het was ook een voordeel dat ik helemaal nieuw kwam ten opzichte van deze selectie. Iedereen een kans heb gehad. Iedereen heeft speelminuten gekregen. Ik denk dat dat ook belangrijk is, dat je ook jongens aan het werk ziet. Dus ja, zeker een voordeel. Ja, jij bent komend seizoen de aanvoerder. Is dat iets wat echt bij jou past? Ja, het is de eerste keer dat ik dat dan vanaf het begin van het seizoen ben. Dus ja, ik denk op zich dat ik die rol wel bij me past. En het ook mooi en leuk vind om die verantwoordelijkheid te hebben. Ja, dus ik denk wel dat die rol voor mij goed is weggelegd. Ja, vrijdagavond de eerste competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag. Is het gelijk een mooie wedstrijd om te zien waar jullie staan? Ja, zeker. Ik denk ADO op het nippertje net niet gepromoveerd. Dus het is gewoon een goede ploeg. Dus we zullen ons bos nat moeten maken. Maar ik heb er alle vertrouwen in. En wat jij zegt is gelijk een hele goede test waar we staan. Ik denk dat ADO ook een van de kandidaten is die voor de titel gaat. Als je ziet hoe dat ze in hebben gekocht, dan is dat een ploeg die zeker bovenin mee moet gaan draaien. Ja, wat voor team heeft ADO momenteel? ADO denk ik een aanvallend ingesteld team ook. Denk met drie goede spitsen, twee aanvallende middenvelders. In ieder geval één aanvallende middenvelder, maar een middenvelder die ook vaak erbij komt. Dus ik denk dat ze een attractief team hebben dat ook veel doelpunten zal gaan maken en wij moeten ze daarvan afhouden. Als je ziet hoeveel seizoenskaarten er verkocht zijn, je voelt dat het echt dat iedereen op revanche uit is en dat de club ongelooflijk wordt gesteund door supporters, sponsoren, dus dat voel je wel aan alle kanten. Ja. Ja, volgens mij is die positieve vibe echt wel iets wat je de laatste weken echt wel hebt gemerkt, denk ik toch? Ja, denk ik ook. En wij zullen dat als spelersgroep op het veld moeten gaan brengen. Dat is uiteindelijk het belangrijkste en daar zullen we alles aan doen.